Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wilma en ik ben inmiddels aangekomen hier in Exlo. Hier staan de jonge hengsten en we gaan kijken wat er allemaal met hun gebeurt. Veel kijkplezier. Naast mij staat Koos Naber, trainingsleider van het KFPS, van de hengsten. Ja, dat klopt. Hier zien we ook al een hengst. Hoe komt de selectie van die hengsten tot stand? Nou, ze hebben dus in de eerste instantie worden er ongeveer een 300, 350 hengsten aangeleverd in Leeuwarden. Die ze dus allemaal gaan beoordelen op stap, draf en galop en hun expressie op de correctheid van de beenstand. Daar worden ze twee keer op geselecteerd daar en daar valt dan een gedeelte valt er al van uit, zeg maar. Dat noemen we ook wel de eerste bezichtiging. Dat is de eerste bezichtiging. En daar kunnen in principe alle Friese hengsten... Als je me aanbiedt, mag je heen. Mag je heen, ja, precies. Wat gebeurt er daarna? Want daar komt de selectie uit. Daar komt de selectie uit van voor de tweede bezichtiging. Dat houdt in dat van die dik 300 blijven een 55 tot 60 hengsten van over. Die allemaal voor de derde bezichtiging als het ware gepresenteerd moeten worden onder het zadel. Dat was vroeger niet zo. Dan had je een derde bezichtiging ook in de kooi. Maar omdat een Fries een showpaard is het vaak wat moeilijk te beoordelen of in het vrij bewegen of onder het bewegen onder het zadel. Dus in die voorrijrondes, dat was dan in Nunspeet, die drie voorrijrondes, daar gaan de juryleden dus kijken of de paarden ook bewerkbaar genoeg zijn, voldoende netjes kunnen stappen, draven, galopperen op een ontspannen manier. Dat het paard zich ook kan profileren in de dingen waarin hij goed is. Ja, dan komen we, die voorrijdagen, dat is dus de derde bezichtiging, noemen we dat nou. Is die tweede bezichtiging, is dat ook nog aan de hand? Dat is ook nog aan de hand. Dat is op het straatje, op de hand en in de kooi. En in de kooi, oké. Okay. Nou zijn die hengsten hier. Ik heb begrepen dat ze hier ongeveer 70 dagen zijn. Dat klopt. Wat gebeurt er in die tijd? Nou, ze worden aangeleverd met de vierde keer voorrijden hier in de bak. Dan kijken de juryleden, de hengstkeuringscommissie, kijken de paarden nog een keer over. Dan worden ze gekeurd op straat. Daar moeten ze dus stappen en worden ze nog een keer lineair gescoord. En moeten ze dus op de harde volte tonen dat ze dus voldoende regelmaat hebben in de beweging om in te stromen in het verrichtingsonderzoek. Oké. Maar wat voor training doet zo'n hengst hier vervolgens? Die hengsten komen op dinsdag komen ze binnen en dan woensdag, donderdag en vrijdag gaan we die hengsten al licht trainen onder de zadel. Dus dan hebben we met ons ruiterteam, die ik eigenlijk met de voorrijrondes eigenlijk al paarden toegedacht heb, die gaan ze dan rijden en aanvoelen van wat ze ermee doen. Nou hebben we met samenwerking met Utrecht hebben we een programma bedacht om de paarden zo gezond mogelijk te houden. En dat bestaat uit die lactaatmetingen, dat de paarden of ze snel of niet zo snel verzuren. En dan met de hartslagmeter om. Ja. Dus dan kunnen we precies zien hoeveel werk de paarden doen in stap, draf en galop. En nou is gebleken dat in het galopgedeelte de paarden vrij zwaar hebben, dat het lactaatgedeelte vrij hoog gaat. Dus hebben we de training aangepast. In principe doen we dus maandags, woensdags en vrijdags de wat zwaardere training. Dat houdt in dat we daar ook wat extra galop doen. En de dinsdag en de donderdag, daar doen we dus een hersteltraining. Daar doen we dus eigenlijk stappen en licht draven, wat overgangjes rijden onder het zadel. Desnoods een keer longeren. En dan kijken we elk paard individueel bij aan wat het paard nodig heeft. Nou, dat is best wel specifiek hoe ze dan per paard ook getraind worden. Want die metingen zijn natuurlijk ook per dier verschillend. Ja. Wanneer ben jij nou tevreden na afloop van je functie? Hè? Dit gaat eigenlijk elk jaar weer opnieuw door. Ja. Maar wanneer kan jij nou zeggen als trainingsleider, en dit jaar ben ik tevreden? Nou, aan het eind van de rit ben ik eigenlijk altijd tevreden. Kijk, je hebt een selectie van paarden en je weet dat er van de 300, daar blijven er dan 60 van over en daar blijven er dan een keer een 22, mochten er nou door. Een paar eigenaren hebben besloten om door te laten stromen naar volgend jaar. Ja.
dan weet je dat je voor de hele populatie zijn ze dan ongeveer, nou zeg maar van 3 tot 6 hengsten zijn ze ongeveer nodig. En na gelang van kwaliteit worden die hengsten dus goedgekeurd. En als ze voldoende kwaliteit hebben, dan kunt er ook 7 worden. En als ze niet voldoende kwaliteit hebben, kunnen het wat minder worden. Ja. Maar daarin worden ze dan goedgekeurd. En als de hengsten waar jij het goede gevoel bij hebt, als die dan ook inderdaad naar boven komt in expressie van de stap, draf en galop en dat voldoende laten zien. En ze worden daarin goedgekeurd. Ja, dan kun je zeggen dat je je werk goed gedaan hebt. Ja. Hoe groot is jullie ruiterteam? Ons ruiterteam bestaat uit 4 man. We beginnen 's morgens om 7:30. Voeren doen ze om 7:00 op stal. Om 7:30 beginnen we met rijden. En dan doen we 3 groepen. Doen we een bakje koffie en dan rijden we de andere groepen. Dan doen we eigenlijk trainen in binnenbak. We doen elke groep, omdat we nou niet zo'n hele grote groep hebben, doen we dus uitstappen buiten op de Lindenlaan. Of we doen een keer een kleine buitenrit. De andere kant op, maar dat paarden dus voldoende afwisseling in het werk krijgen en voldoende ontspanning hebben. Ja, en ik begreep ook, ze worden ook al voor de kar getraind. Ja. Ze moeten natuurlijk de manproef en de tuigproef ook. We hebben dus 3, voor de observatie doen we ze dus 3 keer, voor de eerste observatie hebben ze 3 keer voor de wagen. Ja. De eerste keer gaat het erom om te kijken in hoeverre de paarden menbaar zijn. Dus dat je kunt zeggen, we kunnen ze aanspannen, je kunt gewoon stappen en we draven. Ja. De tweede keer hebben we nu besloten om daar ietsje zwaardere training voor. Dat ze ook een keer een pasje wat extra verruimen, een pasje proberen wat extra expressie in de beweging te krijgen. En de derde ronde is weer een ontspannen ronde. Dat we gewoon even simpel mennen, dat ze weten dat er een beetje sturen op zit en dat je ze... Ja. Daarin ontwikkeld hebben. En dan hebben ze dus de observatiedag voor de wagen. Dat is meestal een week voor het examen onder het zadel. Gaan de paarden beoordeel de juryleden of er ook paarden zijn die extra momenten hebben. Kijk, je hebt dan nog weer een hoop menpaarden en af en toe dan heb je elk jaar er 1 of 2 die specifiek tuigpaard. Ja. En dat willen mensen ook graag zien. Ja, ja. Ja, dat is toch een vak apart, ja. Dat tuigen. Ja. Kijk, een Friespaard is ook een showpaard en die geeft ook, daardoor is het, de emotie is ook heel groot. Paarden zijn gek, mensen zijn gek van het paard, van het Friese paard. Ja. Op het moment dat hij zich op die manier voorstelt. Ja, ja. Heb je verder nog iets toe te voegen wat ik nog vergeten ben en wat nog wel leuk voor de mensen is om te weten? Eigenlijk heb ik in een kort verhaal, mijn hele verhaal heb ik zo'n beetje verteld. Nou. Dus ik zou het eigenlijk zo niet verder weten. Mag dat je bedanken voor je medewerking. Ja. Nog heel veel succes. Dankjewel. En ik ga het zeker volgen. Oké, en ik hoop dat je er met het eindexamen ook bij bent. Ja, nou, we gaan ons best doen. Oké. Dit was hem alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.